Ben jij een ontwerper bij dag en een gamer bij nacht? Zie hier de Razer Blade 15 inch. Een prachtige laptop die een berg aan kracht verbergt onder deze toch wel slikke look. Dus de versie die ik hier heb is de Razer Blade 15 inch base model. De laptop bevat de volgende specificaties. Een 10e generatie 6 core processor genaamd de i7-10750H met een base clock van 2.6 GHz die helemaal naar 5 GHz kan toeren. Ook heeft het een 15.6 inch 4K OLED scherm die draait op 60 Hz. Het heeft ook een Nvidia GeForce RTX 2070 met Max-Q design, 512 GB M.2 NVMe SSD en 16 GB dual channel DDR4 2933 MHz geheugen RAM. En ja, dat is wat er een beetje hier in zit. We gaan eens naar het design bekijken. Het is strak, minimalistisch en heeft een mooie matte look in een aluminium body. Het is werkelijk prachtig om te zien, maar dit is ook alleen als je de laptop helemaal hebt schoongemaakt. Want damn, deze laptop pakt vingerafdrukken echt heel snel op. En het verpest wel een beetje de minimalistische look die de Blade dus wil aanbieden. De Blade is ook relatief dun en niet heel zwaar, wat het ook super gemakkelijk maakt als je veel on the go bent. Ook heeft het toetsenbord RGB verlichting, maar dit is alleen in zijn geheel. Je hebt dus niet verschillende zones of dat je individuele toetsen met verlichting dus kan aanpassen. Op de achterkant van de laptop heb je nog een Razer logo die standaard gewoon sowieso groen oogt, maar die kan ook dus verlicht worden als je dat zou willen. Als je onder de laptop zelf kijkt, dan zie je twee fan intakes die direct onder de rozetjes zitten. Dit is top omdat het direct toegang heeft tot koudere lucht, maar aan de andere kant heeft het ook wel weer een nadeel. Ik had namelijk, wanneer ik dus de laptop meenam, dat ik per ongeluk druk zette op de roostertjes, waardoor de ventilatoren wel eens geblokkeerd raakten. En toen hoorde ik een ratel en toen dacht ik van oh shit, hopelijk zijn ze niet stuk. En gelukkig zijn ze nooit stuk gegaan, maar het is wel even een dingetje om dus rekening mee te houden. En de achterkant van de laptop zie je nog een hele lijn aan roostertjes om de warme lucht natuurlijk naar buiten te schuiven. Voor dagelijks gebruik merk ik dat de ventilatoren vrij snel zich laten horen wanneer dus programma's opstaat. Wanneer ik bijvoorbeeld Google Chrome opstaat, begin ik de ventilatoren alweer wat te horen, maar niet al te overdreven. Voor de rest krijg je nog op deze laptop de volgende aansluitingen. Aan de linkerzijde heb je een stroomaansluiting, een gigabit Ethernet poort, een 3.1 Gen 1 USB-A poort, een USB-C Thunderbolt 3 poort en een 3.5 mm combo jack. Als we naar de rechterzijde kijken, hebben we een Kensington slot, HDMI poort, 2x een 3.1 Gen 1 USB-A poort, een USB-C Thunderbolt 3 poort en het enige wat ik van alle poorten nog eigenlijk wel mis is de SD-kaartlezer, want dat heb je niet op en ik denk dat het best wel een mooie toevoeging voor velen zouden wezen. En dan gaan we even kijken naar het toetsenbord en de trackpad. Het typen ging vrij prettig op het toetsenbord en tijdens het gamen voelde het toetsenbord ook prima aan qua temperaturen. Niet dat het bijvoorbeeld op bepaalde punten opeens veel te heet werd en ongemakkelijk aanvoelde. Ook is er vrij weinig flex in het toetsenbord en is het geheel gewoon super stevig. De trackpad die erop zit werkt aardig goed en responsief. Het enige probleem wat ik hiermee eigenlijk had is dat ik meer kracht moest gebruiken op de bovenhelft van het trackpad om het echt te kunnen inklikken. Bij de onderkant was het geen probleem, daar kon ik heel lichtjes gewoon op drukken en had ik gewoon reactie erop. Maar bovenkant is helaas wat anders. De trackpad ondersteunt ook multitouch, zodat je met meerdere vingers kan navigeren als je dat zou willen. Zelf vind ik wel dat een MacBook eigenlijk nog steeds een betere trackpad heeft, maar de Razer Blade komt best wel dichtbij. En dan gaan we over naar de webcam. Overal is het beeld van de webcam vrij, vind ik zelf, teleurstellend. Het is ook alleen maar 720p en kwaliteit. De microfoonkwaliteit aan de andere hand klinkt op zich relatief goed en kan je prima mee doen. Maar voor webcam zelf zou ik wel eigenlijk een andere webcam nog bij halen. Dus dit is een beetje om je te geven hoe de webcam eruit ziet en hoe de microfoon werkt van een laptop. Alhoewel de videobeeld van de webcam best wel een beetje teleurstellend is, vind ik zelf. En ook alleen maar op 720p draait, vind ik de microfoonkwaliteit overal best wel keurig. En dan het opslaggeheugen. De Blade komt dus met 512 GB M.2 NVMe SSD, die flinke snelheden kan bereiken van maar liefst 3 GB per seconde.
Maar helaas is het aantal geheugen vrij weinig om veel games bijvoorbeeld te kunnen installeren. Wat mij dus ook wel een beetje een indruk geeft dat de laptop meer eigenlijk bedoeld is voor creatief gebied. En dus niet voor gamen. En dan kijken we naar het beeldscherm. En oh. Wat is dit echt een prachtig scherm. Razer maakt gebruik dus van een 4K OLED scherm. Die er super fantastisch en prachtig uitziet. Het scherm zelf is wel glossy. Wat wel snel reflecties laat zien en viezigheden. Maar aan de andere hand zorgt dat de glossy kleuren wel voor dat de kleuren echt prachtig vertoond worden. En het is echt een waar genot om naar te kijken. Als er wat op het scherm is wat zwart is, is ook echt pikzwart. Waardoor donkere scènes op films en games echt zoveel beter ogen. Al ziet het er zo goed uit en scherp dat ik nu eigenlijk ook een OLED scherm wil hebben voor mijn desktop. Maar ja, dat kost ook weer een bedragje. En de bezels op de laptop zelf zijn ook vrij dun en ziet het geheel eigenlijk best wel mooi uit. Maar hoe krachtig is dit beestje nou? Ik had dus een video van 5 minuten lang in 4K kwaliteit aangemaakt en kleurencorrectie hierop toegepast. En ging het vergelijken met mijn desktop hoe snel beide toestellen dit renderen. En ik ben echt serieus waar onder de indruk. Mijn desktop renderde de video in 2 minuten en 21 seconden. Dus dit is met een Ryzen 7 1700X processor en een RTX 3080 videokaart. En dan gaan we nu naar de Razer Blade en die renderde exactzelfde video in 2 minuten en 20 seconden. Oftewel, dit is eigenlijk gewoon even snel als mijn desktop. En wat me opviel is dat de processor van de Blade nooit bij zijn 5 GHz boost kloksnelheid kwam. En bleef hangen tussen het 4.2 en de 4.5 GHz. Temperaturen waren wel continu onder de 80 graden, wat eigenlijk gewoon hartstikke keurig is. Dan gaan we kijken naar Cinebench. Toen ik dit testte, gedroeg de Blade zich wel een beetje apart. Hij wou opeens niet meer zoals het video renderen op 4.2 GHz of hoger draaien, maar besloot opeens te draaien op 3 GHz. Vervolgens gaf mij dit ook een multicore score aan van 2825 tegenover de 9164 van mijn Ryzen 1700X. Ik besloot toen ook in de Razer Snaps programma te gaan duiken en vervolgens heb ik hier dus de creator modus aangezet. En ging de processor dus op 3.5 GHz draaien. Wel hoger, maar niet precies wat ik uiteindelijk had verwacht en wat ik wou. En dit bracht uiteindelijk de score wel op 6571. Dus het komt dichterbij, maar voor een van de reden draait het toch niet op de snelheid dat het zou moeten. En ik snap niet waar het aan ligt en hoe dat kan, maar dit is gewoon wat je ermee krijgt helaas. Nou gaan we even kijken naar gaming performance. Voor dit heb ik besloten om Firestrike Extreme te gebruiken als leidraad. Hierop scoorde de Razer Blade een score van 7789. Mijn Ryzen 1700X met GTX 1070 scoorde hierop dus 8015 punten. Oftewel, de Razer Blade komt qua prestaties enorm dichtbij. Met gamen merk ik wel dat de Razer Blade moeite heeft om de boel een beetje cool te houden. En bereiken ook een paar cores de 100 graden. En dat is wel dus echt toasty. Hierdoor gaat de processor zichzelf ook inhouden en zal de performance dus minder zijn. De RTX 2070 die erin zit, blijft wel mooi cool met een temperatuur van een plausibele 63 graden. Plausibel, het is gewoon hartstikke goed. 63 graden is nog vrij cool. Dan zullen we het even hebben over de batterij. Ik heb gemerkt dat de Razer Blade enorm van batterij slurpen houdt. Zelfs al doe je niet productiewerk. Ik was dus bijvoorbeeld een film aan het kijken en was na ongeveer 45 minuten aan film kijken al door 30% batterij heen. Dus dat zou betekenen dat je door de gehele batterij heen bent na ongeveer 2,5 uur aan normaal gebruik. Video renderen gaat de batterij ongeveer een uur mee en met gamen ongeveer 75 minuten. Oftewel raad ik aan om eigenlijk altijd wel bij een stopcontact te zitten. Want een hele dag met de batterij meegaan zul je helaas dus niet kunnen doen. Maar wat beoordeel ik de Razer Blade nou? Ik beoordeel de Razer Blade een 2,5 ster van de 3. En natuurlijk zoals altijd vraag jij je af waarom. Het allerbelangrijkste wat ik tegenwoordig vind op een laptop is dus het scherm en de performance. En dit biedt de Razer Blade echt enorm goed aan. Het scherm is dus echt waarvoor je dit ding zou willen halen. De 4K OLED scherm die erop zit is werkelijk waar echt gewoon prachtig en ik zou gewoon niet zonder meer mee willen. De performance wat de Razer Blade levert is ook best wel fantastisch, alhoewel het niet zijn volledige potentie bereikt.
Graag had ik ook nog willen zien dat de temperaturen van de Razorblade beter in kaart worden gebracht. En dat die gewoon letterlijk op volledige potentie kan draaien. Want de processor moet mogelijk tot 5 GHz komen. Maar ik heb het zelf nooit hoger dan 4,5 GHz zien gaan. Maar overal vind ik de laptop top. En ik zou graag dit als een daily driver willen gebruiken. Maar ben jij echt iemand die 10 games wil installeren op een laptop of een lange batterijleven wil halen? Dan is dit misschien niet de laptop voor jou. En dat is dus wat je een beetje mee moet doen met deze video. Bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk voor meer. Like als je deze video heel informatief, behulpzaam en dat soort dingen vond. En ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video. Tot ziens.